Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Het is afgelopen nacht niet erg ver afgekoeld. Dat komt door de bewolking, zoals we ook op deze satellietfoto kunnen zien. Op dit moment ligt de temperatuur nog altijd wel rond of net iets onder het vriespunt. Vanmiddag wordt het 3 of 4 graden. Verder zijn er zonnige perioden. In het noorden en westen trekken nog wel een paar winterse buien over met sneeuw, natte sneeuw of wat regen. In het binnenland is het droger, al valt ook daar een enkele bui. De wind is noordelijk van richting en zwak of matig, windkracht 2 tot 4. Vanavond is het in het midden en zuiden van het land overwegend droog. In de noordelijke provincies kan nog steeds een enkele winterse bui overtrekken. Morgen hebben we een overwegend droge dag met flinke zonnige periode. Het wordt 2 of 3 graden. In de noordelijke provincies, met name op de Warren, kan nog wel een enkele winterse bui overtrekken, maar die mag bijna geen naam meer hebben. De wind is zwak of veranderlijk, windkracht 2 of 3. Zondag begint de dag met wat zon, later komt er meer bewolking en vanuit het zuiden groeit de kans op sneeuw. En ook maandag kan er sneeuw vallen. Dinsdag beperkt de sneeuw zich vooral tot de zuidelijke helft van het land. De middagtemperatuur ligt zondag, maandag en dinsdag rond de graad of twee. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.